De dag 12 oktober, de dag van inheems verzet in Latijns-Amerika. 12 oktober is de datum dat 517 jaar geleden in 1492 Columbus aankwam in Latijns-Amerika, of het Latijns-Amerikaanse continent. En toen zeg maar, Latijns-Amerika ontdekte, terwijl daar natuurlijk al een heleboel mensen woonden. Die datum is zeg maar, het begin van de kolonialisering geweest. En wij vieren vandaag het verzet van de inheemse groepen in Latijns-Amerika, omdat er nog steeds sprake is van een onderdrukking en sociale uitsluiting van heel veel mensen op het platteland, maar ook in de steden. Vandaag we hebben hier dus een manifestatie, een foto-expositie opgesteld om voorbeelden te geven van de manieren waarop multinationale bedrijven negatieve effecten hebben op de bevolking in allerlei verschillende Latijns-Amerikaanse landen, zoals bijvoorbeeld een mijnbouwbedrijf in Suriname dat heel grootschalig is en daardoor hele sterke effecten op de leefomgeving van Maroon bevolkingsgroep in het Amazonegebied in Suriname heeft. Ook de mogelijke inmenging van Chiquita-bananen in de politieke situatie in Honduras. In Paraguay zijn heel veel monoculturen van soja, grootschalige sojaplantages. Ja, dat heeft ook een negatief effect op de bevolking die daar leeft. Die moeten van hun land weg. We wilden dit jaar speciaal aandacht vragen voor eigenlijk twee politieke gebeurtenissen van de afgelopen maanden. Ten eerste de staatsgreep in Honduras, die in juni plaatsvond. Nog steeds is de coup-regering daar, zit daar nog steeds in het zadel. En tegelijkertijd wilden we aandacht vragen voor 7 nieuwe militaire basissen die in Colombia zijn geplaatst. Dat is een contract gesloten tussen de Colombiaanse regering en de regering van de Verenigde Staten om 7 militaire bases beschikbaar te stellen aan militairen van de VS. En ja, we vinden dat heel erg verontrustend.